Hier zouden ze moeten komen. De drie torenflats waarvan de hoogste 115 meter is. De buurt ziet dat niet zitten en nu mengt ook de Leidse Milieuraad zich in de discussie. Hoger dan 70 meter bouwen zou helemaal niet zo duurzaam zijn als het lijkt. Hoogbouw, er zit ontzettend veel energie in bouwmaterialen. En hoe hoger je er bouwt, hoe zwaarder je moet bouwen, hoe dikker je moet bouwen, hoe veiliger je moet bouwen. En dat is alleen maar energie-intensiever. Waar zit hem dat dan bijvoorbeeld in? Veiliger, de constructie moet zwaarder. Stenen, beton vraagt ontzettend veel energie. Beton is een van de grootste energieverbruikers in de wereld. En dus ligt er nu een advies bij het gemeentebestuur om niet hoger te bouwen dan 70 meter. Maar er moeten wel 8500 woningen gebouwd worden. En dus ziet de coalitie met daarin D66, GroenLinks en PvdA zich toch genoodzaakt om de hoogte in te gaan. Wat vooral opvalt is te zeggen, wees terughoudend mee. En dat zijn we. Dit is maar één van de één of twee plekken waar je naar hoger dan 70 meter kan bouwen. En daarom kiezen we hiervoor. Dit is dé punt waar het kan. Dicht bij het OV, met duidelijke ambities voor vergroening. Dat wij het verstandig vinden om het op deze plek wel te doen. En GroenLinks wil dat de flats zo duurzaam mogelijk worden en benadrukt niet in het groen te willen bouwen. Maar volgens de Milieuraad is er nog genoeg plek in de stad zelf. Dat kan in Zuidwest, dat kan in de Lammenschans, Driehoek. Je kan op vele appartementengebouwen kan je een laag opzetten en dat gaat heel hard in de aantallen. Wordt er wel eens naar uw advies geluisterd? Oh zeker, er wordt zeker naar ons advies geluisterd. We doen het niet voor niks. De buurtvereniging laat weten zich gesteund te voelen door het advies van de Milieuraad.